De kwaliteit van het landschap in het Vechtdal staat de komende jaren erg onder druk. Vandaar dat we vinden dat we daar met z'n allen over na moeten gaan denken hoe we die veranderingen, hoe we daar grip op gaan krijgen. Op 6 oktober aanstaande praten we met een groot aantal partijen over de kwaliteit van het landschap in het Vechtdal. Plaatselijk Belang Vilsteren organiseert met het landgoed Vilsteren en met de gemeente Ommen deze bijeenkomst. Centraal staat wat er aan grote veranderingen om ons heen, hoe dat landschappelijk gaat uitpakken. En wij zijn heel erg blij dat Berno Strootman, Rijksadviseur van de fysieke leefomgeving, hier naar Vilsteren toe wil komen om ons hier in het hele Vechtdal uit te gaan leggen wat ons allemaal te wachten staat. Want er staat ons heel erg veel te wachten. En dat is natuurlijk wat de meesten wel weten, maar het is zo'n groot onderwerp dat het eigenlijk heel erg moeilijk te bevatten is. Maar hij gaat het voor ons allemaal in het Vechtdal in een context, in evenwicht uitleggen. En het is voor iedereen uitermate belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat het ons allemaal betreft. Niet alleen de boeren en de grondeigenaren en de mensen, de wethouders enzovoort, maar alle burgers, alle bewoners van het buitengebied moeten hierbij betrokken worden. Klimaatverandering. Wat betekent het voor de Vecht en hoeveel ruimte moet de Vecht in de toekomst krijgen? Energie. Hoe gaan we om met alle zonnepanelen discussies en met de windmolen discussies? Hoeveel ruimte moeten we voor wind en zon inruimen? Het democratisch gehalte. Hoe betrekken we bewoners en plaatselijke belangen bij deze discussies? Bosbouw. Hoe gaan we om met die verdroging en hoe zien de bossen er over 20, 30 jaar uit? Gemeentes en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisies. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe zij de veranderingen in het landschap meenemen als onderwerp van hun omgevingsvisie. Recreatie. Hoe gaan we met recreatie en toerisme in het Vechtdal om? Gezien ook alle veranderingen die we in dat landschap gaan verwachten. Blijft het een aantrekkelijk landschap om hier op bezoek te komen? Ja, en dan de landbouw. Wat voor landbouw willen we hier? Is het een landbouw die rekening houdt met het landschap of moet het landschap wijken voor de landbouw? We willen per slot allemaal goed voedsel hebben van dichtbij. Kortom, in wat voor landschap willen we leven? Is dat een industrieel landschap vol met windturbines, zonneparken, allerlei grootschaligheid, distributiecentra, veel asfalt? Of willen we leven in een landschap van ruimtelijke kwaliteit waar alle onderdelen die we nu genoemd hebben een plekje vinden? Alles in samenhang en daarbij hebben we u nodig. Het is een probleem van ons allemaal die we in samenhang moeten uitzoeken. In samenspraak ook. En daarom starten wij op 6 oktober met Berno Strootman, die ons dat in samenhang komt uitleggen met een positieve boodschap ook, want er is wat aan te doen en we hebben u daarbij nodig.